prikken. Een witte caddy nodig, hè? En een witte motor heb Koekebier meegenomen. Oké, wie is mee? Hé, hey, Koekie! Nee, ja. Mijn Jim valt nu weer buiten de boot. Ja. Wat gaan we doen, heren? We gaan vandaag hockeyen. Ja, dit is even wat anders. Ook leuk, hè? Ja. Ja, waarom is Disco Joe niet mee dan? Huisarrest. Ja, het ziet er heel koud uit. Ik heb geen zin in natte voetjes, dus ik heb die stok lekker lang gemaakt. Ik heb geen zin, want je kan gewoon zien wat er ligt. Kijk nou. Ja, daarachter niet, dat is diep. Ja, maar daar ga ik niet naartoe. Geen zin in. Kijk, jongen, Bruno Mars, jongen. Bruno Mars. Tum. Hé, hey, maar is het wel nou, lang, hè? Gaan we nog het water in? Ja, wie heeft de langste? Magneetkaaien. Wie heeft de langste, hé? Jim is stok op het koud, jongen, kijk nou. Ja, het is ook gewoon koud. Het is even een momentje van. Nu is hij wel bang voor wat hij vinden gaat. Ik ga ook even naar de dokter. Geef je medicatie. Ik ben er helemaal klaar voor, Mel. Oké, lekker dan. Leuks vinden. Ja, vertel het maar even. Het is echt wel koud, hoor. Ik zal even over je schouder meekijken. Stap 1. Pak de stok. Ik denk net alsof je in Suriname bent, weet je wel, dat het 30 graden is. Ga eens even prikken, jongens. Godverdomme. Je bent van duien. Helder zijn het. Nou, hè. Drie kleine kleutertjes, die zaten in een sloot. Midden in de sloot. Jim, wat heb je? Kijk dan met die cap, joh. Oh! Een prikkeldraad versperringspaaltje. Hele mond vol. Zo, dat doet het goed met scribbelen. Een prikkeldraad versperringspaaltje. Met DT. Met DT. Dat was het verleden tijd. Wat zijn dat kwaad? Nou ja, met triple woordwaarde kom je al gauw naar 240. Zo, zo. Ga die gulpje dan zo mooi in. En dan kon de prikkeldraad er niet meer langs. Want dan was het prikkeldraad versperd. Geweldig. Dus als je dan een peloton prikkeldraad had en ze zagen dat paaltje, dan keerden ze maar weer om. Ja, zo ook van 2 meter en 3 meter. Dan moest je nog dieper graven dus. Dan zie je wel eens in de duinen, zie je dit zo uitsteken. Dan denk je, oh, ga graven. En die is gewoon 3 meter lang. Ja. Topvondst van vandaag. Nee mensen, het is geen granaat. Het is een dobber. Ja, dat kun je ook horen. Hè? Anders was het een dobber geweest. Ja, dit is een la dobber. Een la dobber. Als je nou ook nog even de rest op fiets. Kom er iets van. En dan gel zacht, hoor je, moet je kijken, joh. Zo. En jij? Weet je dat ik appeltaart meegenomen heb? Appeltaart? Zelf uit de oven gebakken. Dat klinkt erg riant. Nou hè. Lekker malse appeltaart. Malse. Supermals. De Gardena stok adapter magneet van Magneta. Ja, zoals mensen zien is dit een echte hardcore magneet. Een mooie aluminium beschermkap eromheen die je magneet beschermt. Met een universele Gardena adapter, die past dus echt in ieder systeempje. En je draait hem zo los. Nou, dan zou je hem er zo af kunnen halen of weer in kunnen zetten. Kijk hem maar uit. En we kunnen borgen. Kijk eens. Volledig RVS gedraaid. Bordengaten erin. Je zou er zelfs mee kunnen gooien. Dus je kunt hem zo uit je stok halen. En dan kun je hem gooien. Nou, dat lijkt me toch handig. Natuurlijk moet er een aluminium kapje omheen. Ja. Want die prikt alleen met de onderkant, die prikt niet met de zijkant. En dan kan dus ook op een kleine stok. Dus handig voor met de scuba tector. Handig voor de duikers en de snorkelaars. Dan kun je lekker klein prikken. Dan kom je nou toch net tekort. Dan kun je nog bijna een meter lang maken. En als je dat tekort vindt, dan kan je zelfs een stok van 3,90 meter halen. Ja, hij past op iedere Gardena.
Heerlijk! Hij werkt zelfs goed op zand. Zal ik het laten zien? Iets langer, want je ziet dat ik het zand van jou. Even kijken waarop het zand ligt. Hoppakee! Kijk eens! Zandmagneet. Maar... Oh. Dat werkte niet. Als je een zin hebt om hulsen te rapen met je handen. Ja, dat hoeft ook niet. Kijk, je kan gewoon zo. Stel, je hebt thuis een heleboel dingetjes schoongemaakt of de schroeven laten vallen. Echt, ik doe het heel dichtbij filmen. Kijk. Ja, doe eens. Hoor dan. Hier, kijk, hij pakt hem zelfs aan die ene kogel al. Wat? Jim. Ja. Wow. Heb jij een bezem in je nek? Oh, kijk eens. En zo bezemen wij een beetje die sloot schoon, hè? En een tak. En sniper. Zijn ghillie suit. Hij vindt... Weet je dat ik mijn ghillie suit meegenomen dan? Koekenbier had vandaag geen zin om te koken. Eigenlijk is het zijn taak. Ja, lekker te koken. Enige reden dat hij mee mag. Kan je eigenlijk dan? Kan je eigenlijk... helemaal niks, hè? Kan je taartjes koken? Oh, taartjes bakken. Ja? Wat voor taartjes? Kan je ze ook koken? Wat is dan het verschil tussen koken en bakken? Koken is in water, bakken is in de pan. Ja, maar wow. Nee, maar... Zo, toch? Uh-huh. Je kan ook... Ja, maar... Je kan de dingen koken, dat moet toch niet per se water zijn? Jawel, in water. Oh nee, je kan het ook in... Dus als ik aardappeltjes... Aardappels? Nee, dus bakken dan. Je kan ook aardappelen koken. Je kan aardappelen koken, aardappelen bakken, je kan een aardappel... Uit de oven. Dan fileren. We kunnen ook gewoon het kookkanaal. Met woensdag Mel die taartjes bakt. En donderdag koekenbier die je speciaal smaakt. Dinosaurusbot aan het maken. Ik denk dat de Nederlanders de uitvinders zijn van de barbecue. Zoek je je ziel, Martin. Het is net als die hoort er nou, dat beest langs loopt. Die Yeti. Ik heb van die zandkunstenaars, ik denk niet mogelijk. Nou ja, win zo de prijs hoor, op Scheveningen. Met een beetje van een olifantje. Met de slurf. Ja, geobsedeerd, wil je helemaal vet vertellen. Er zit hier een wepsennest. Vind je dat nou mooi hè? Dan ben ik aan het filmen en dan komen ze niet. Nou kom wepsen. Hier zie je. Dan wil ik een appeltaart eten. Weet je de spreuk nog? Nee, misschien. Die weet ik niet. Probeer maar wat, joh. Is niet koli. Simsala! Dat is verkeerd! Het is helemaal verkeerd! Oké, nog een keer. Simsalabim! Ja! Yeah! Oh! Stil hem even weer. La appelle taart. Dit is ook Frans. Dat is ook Frans. Tatatin. Hey, koek is wel weer terug. Hey! Wow, wat een goocheltrucjes. It's magic. Dus we snijden hem... Allemaal. Het wordt een hele... Vierkantje. Ja. Ja, vier stukken. We zijn met z'n vieren toevallig. Niet ruzie maken, wie de grotere stukken hebben. Lekker hoor. Ik zou hem in 8 stukken doen, want ik heb best wel honger. Ja, moet doen in 6 of 8 stukjes. Nou, doe maar 6 tot 8 stukjes hier op. Jammer dat Disco John er niet bij is. Die heeft hem in 1 hap opgegeten. Gelukkig werk je niet in een restaurant, Mel. Ja, wilt u een stukje appeltaart bij uw koffie? Ja. Bam! Kruimeltaart zeg je dan. Appelkruimel. Ik ga even een kwastje doen. Ja, te laat. Nou, ik denk dat het wel goed is. Ja, ik ga gewoon meteen voor een aanval. Hoppa! Lekker. Mm. En? Je moet genieten, hè? Oh, ja. Oh. Lekker? Echt? Goed. Wow. Wil jij nu? Ja, ik wil wel een stukje proeven natuurlijk. Heerlijk! Kijk, dat is niet een verkeerd stukje, toch? Nee, ik vind hem... Hij ziet er heerlijk. Hij zei, die taartjes van mijn zus zijn zo lekker. En zo lekker, ja. Ja hoor! Rot op! Yo! Ach, ja, dat is normaal! Heb je die geprikt? Nee, lag daar op de bodem. Echt? Lekker met die sloothanden aan de appeltaart. Heerlijk. Extra smaakje, hè? Lekker. Mmm.
Wow! Ik zie het al onder water. Wat heb je? We are founding in a... Ah, is net die camera leeg houden. Sinds ik een witte caddy heb niet meer. Nee joh. Vorige week die kunnen ons kaaien, nou deze mooie. Waar komt dat ding vandaan? Patrick, laat zien. Je moet goed op de camera. Waar komt dat ding vandaan? Ja, uit het water, dat snap ik. Is hij Engels? Hij is Frans. Frans? Englishman. Nee, hij is Frans, zegt Jim. Kan je zien, hè? Hier, kijk. Je m'appelle une bayonette. Vandaag is alles Frans, of niet? Ja, alles is Frans. Le apotarte. Le apotat. Le strande. Le stok. Le brillant. Le brillant. Dit is een bayonaai, hoor ik van koek en bier. Een bayonaaius. Lekker. Bayonaai is dit. En weet je, als je hiermee werd gestoken, dan maakt hij zo'n vieze. Vierkante kruis, ja. Dat het niet meer dicht gaat. Heerlijk. Nou, gek. Gewoon een Britse Millsbom. Zonder ontsteken. Zonder dop. Dat is helemaal niks, het is gewoon een omhulsel. Mooi vondst, Mel. Kijk, zie je hoe dit gebeurt. Als deze ontploft, krijg je al die schrijven tegen de kop aan. Daar zit al die schrijven op. Speciaal daarvan ontworpen. Ja, Martin. Pak de camera! Oh! Jim, wat heb ik nou net gevonden? Een bayonet. Waar ligt die? Hier op de kant, ik ben nog mee bezig. Jim! No! What the fuck? Ik vind normaal nooit bord en nou is het elke keer raak, jongen. Witte bus is het geheim. 1 en 1 is? 2. Yes. En dubbel genaaid zit. Lekker. Beter. Oh. Deze is ook Frans. Hier kan dit. Oh, hij is nog helemaal... Nee, deze is Duits. Nee, Surinaams. Hoe dan ik? Ja, hier ben ik wel blij mee hoor. Hoe dan ik? Ja, hoe dan? Nou, je stopt zeg maar je magneet in het water en als het dan wat ligt, dan doet hij dit. Ja, maar heb je geoefend of zo? Nee, ik heb een witte bus gekocht. Pas je op je ogen, hè? Ik zie het zo weer gebeuren. Ik ken hem weer in de ziekenhuis. Ja, echt hè. Nee, ik heb wel echt zo'n pakje aan ervoor. Ja. Alleen nog een helmpie. Je borst ervoor is. Wat een feest, jongen. Wat vind je nou van? Ik vind het helemaal geweldig. Kijk, je hebt er een kind aan. Dat is een mooie foto. Film het even. Ik hoor zelfs de muziek. Wat? Eindbaas. En try to be. Oh, helemaal gek. Op zoek naar een verloren bunker. Echt? Ja. Muiden. Helemaal kapot. Onder ontploffing? Ja, hier lag een medicijn en die is ontploft in 45. Sick. En die muur is een 3 meter dik, maar die is helemaal ontzet. Max helemaal gedreven op. Trap erin. En? Ik ben dus ook nog. Ik heb wel een... mini kinkers. Kinkers. Kikker. Hier heb ik een hoofdvlam. Zit hem, hey, maar kijk, deze hele bunker is verbrokkeld. Heel erg schrikkelijk, hè? Ja, we hebben hier al zo'n hele grote hulschop. Een dikke alaas. En daar kun je er nog uit doen. Ja, maar er stort de zand al mee in. Maar moet je zien, hè, die muren zijn 3 meter dik, hè? Hebben jullie wel eens diep gaan? Ja. Hier, maar kijk, daar. Ook nou, kijk eens. Hij 3 meter dak beton, joh. Je wordt wel kraken dat, hè? Unbelievable. Je moet goed zoeken op de grond. Vorige keer zaten er allemaal van die hazenwormslangen. Dat is echt als een leefstortje. Ik ga er lekker uit. Ja, ik ook. Hij is koud. De boys zijn lekker bezig. De boys zijn lekker bezig. Lekker, hoor. De boys zijn lekker bezig. En nu moet de pilsje halen natuurlijk. Echt? Als Martin mee is, moet er altijd pils gedronken worden.